Hier groeit de paardenbloem, de Taraxacum officinalis. En ja, dit is eigenlijk een hele bijzondere bloem, ook al komt hij zo heel veel voor. Het blad lijkt een beetje op een leeuwentanden, vinden mensen. Dus daarom heet hij dandelion of dandelion in het Frans. En deze plant werkt eigenlijk over de lever en is goed voor de spijsvertering. Kijk, de paardenbloem, daar kan je alles van eten. Dus het blad, de stengel, de bloem. Je kan kappertjes inmaken. Je kan wijn maken, bier van de bloemen. Het blad voor de sla. Van de wortel kan je surrogaatkoffie maken. En ja, de plant werkt dus zowel voor op de nieren. Dus werd vroeger ook pissenbloem genoemd. Dus bij blaasontsteking, nierversterkend. En werkt ook over de lever. Dus is leverversterkend en goed voor de spijsvertering. En bevat ook inuline. Dus inuline, dat is goed voor als je een lage bloedsuikerspiegel hebt. Dus dan als je dus bijvoorbeeld ergens wandelt en je bent moe. Of je voelt je trillerig en je hebt een lage bloedsuikerspiegel. Dan kan je dus dit lekker eten. Nou, lekker. Ook de bloem kan je eten. Kijk, in de paardenbloem zit nog Amara latex. Dat is licht tumorremmend. Kan je bij vratjes gebruiken of wildvlees. Nou, je kan dus alles eten. Dus, nou, en dus het blad. Dat is wel vrij bitter.